Goedemorgen, middag of avond. Vandaag ga ik jullie de overkoepelende uitleg van het hoofdstuk water geven. En om dat te doen wil ik jullie graag kennis laten maken met de volgende waterdruppel. Want dit is Willem de Waterdruppel, een creatie van Bram van der Horst. En vandaar dat Willem de Waterdruppel, die ook groot fan van Bram is, hetzelfde petje op heeft als wat Bram tijdens zijn quarantaine elke dag op zijn hoofd heeft staan. Willem de Waterdruppel begint zijn verhaal in de zee. Hij ligt er lekker te dobberen. Hij vindt het allemaal eigenlijk wel prima. En de zon is lekker aan het schijnen. Het wordt steeds warmer en Willem de Waterdruppel gaat op een gegeven moment, krijgt hij dusdanig warm dat hij er veel sneller van gaat bewegen en dat hij verdampt en opstijgt. En als hij opstijgt, wordt het op een gegeven moment steeds kouder, want hoe hoger die komt, hoe kouder het wordt. En Willem de Waterdruppel die condenseert en vormt samen met zijn andere matties, vormt hij een wolk. Met die wolk gaat hij verder over de oceaan en een groot deel van al die waterdruppels die in die wolk zitten, die vallen al als neerslag neer boven de oceaan. In dit geval doet Willem de Waterdruppel dat ook even. Ja, daar gaat hij. Zie je? Hey Willem. Goed gedaan. Nou, de kleine waterkringloop is zo rond, want Willem ligt weer in de zee en kan weer verdampen, condenseren en weer als neerslag neer. Maar lang niet alle waterdruppels, nou ja, toch een merendeel valt als neerslag boven die oceaan. Maar er zijn altijd ook nog wel wat waterdruppels, waaronder nu ook Willem. Die zijn wegvervolgd in die wolken en de wolken bereiken dan voor een deel het land. En als hij tijdens zijn reis naar het land op een gegeven moment tegen bergen aankomt, dan weten jullie, dan kan daar stuwingsneerslag ontstaan. In dit geval ook met Willem. En Willem die valt als sneeuw in dit geval, omdat het erg hoog en koud is, valt hij op de gebergtes en verandert daar dus in de vaste vorm, in de ijsvorm en beweegt zich als een gletsjer toe. Eerst even, als Willem de Waterdruppel in dat gebergte naar beneden valt, dan kunnen we daar mooi een begrip aan koppelen wat in het boek naar voren komt. Hier is de wolk waar Willem in zit en Willem die valt aan de ene kant van de gebergte. En aan de andere kant van diezelfde berg valt zijn mattie met de bolhoed. In dit geval is die bergkam die je tussen Willem de Waterdruppel en zijn mattie met de bolhoed ziet lopen, dat punt noemen we de waterscheiding. Een waterscheiding, belangrijk begrip uit het boek. Willem die zal zijn weg gaan vervolgen via een andere rivier dan dat zijn vriendje de bolhoed zal gaan doen. En dus de waterscheiding is de plek waar verschillende rivieren gevormd gaan worden. Willem vervolgt dus, heeft zijn weg vervolgd naar het land en ligt daar als een gletsjer. Op een gegeven moment gaat hij smelten en dan kan hij verschillende dingen doen. Hij kan in het grondwater terechtkomen en dan een hele lange tocht via het grondwater kan hij weer terechtkomen in de zee. Maar Willem die komt in een rivier terecht en rivieren, dat is een andere paragraaf uit het boek 4.3 waar we nu naartoe gaan. En Willem vervolgt dus zijn reis via de rivier en komt dan uiteindelijk weer in de zee terecht. En dan is de grote waterkringloop is dan weer rond. Dus de grote waterkringloop houdt weer in vanuit die zee. Verdamping, condenseren, valt neer als neerslag op het land in dit geval. En via, dat kunnen vele omwegen zijn, komt het water uiteindelijk weer in de zee terecht en kan daar weer gaan verdampen. Willem die volgt dus zijn weg via een rivier. En dan weten we, als het goed is weten jullie, dat de rivier een bovenloop, middenloop en benedenloop kent. En ik neem jullie nu eerst eens even mee in de bovenloop van de rivier. Kijk, de bovenloop van de Rijn zijn we aanbeland. Willem die waddelt hier ergens rond. En ondertussen is dit een gaatje om te gaan wachten, want er zijn stroomversnellingen. De snelheid van het water is heel hoog. En kijk eens hoe hard dat gaat. De rivieren zijn smal. Je moet uitkijken dat je niet tegen de zijkant botst. En dan kun je dus hele stoere dingen met dat water van uithalen. En Willem de Waterdruppel onderdeel van. En dat kun je ook zien, want ja hoor, daar komt hij. Wow, stroomversnellingje. Dat was Willem de Waterdruppel. Hij ging zo snel dat je hem bijna niet zag. Maar kijk ook even naar de kenmerken die
kunt zien. De kenmerken van de bovenloop zijn ook op de terreinmodus uit Google Maps heel erg goed te zien. We zitten in de bovenloop en dat betekent dat we in de bergen zitten waar de Rijn ontstaat. De Rijn, wat je hier ziet, zijn een aantal kleine riviertakken. Zijriviertjes van de rivier de Rijn. En die voeden uiteindelijk de hoofdrivier de Rijn. Dus als die neerslag in de bergen valt, zoekt dat die neerslag zijn weg naar beneden. Doet dat via kleine waterstroompjes die uiteindelijk een grotere waterstroom, een grotere rivier vormen in het dal. Maar we zitten aan het begin van de rivier, dus die rivier is nog niet zo breed. Maar we maken met een ruig landschap. We zitten dus in de bovenloop van de rivier. En wat zijn dan kenmerken? Dat is dus doordat we in die bergen zitten, is dat een groot verhang. Het is er dus erg steil. Dat betekent dat het water een hoge snelheid heeft. Dusdanig snel dat de rivier geen tijd heeft of maar heel weinig tijd heeft om bochten te maken. Je ziet er stroomversnellingen en de rivier is nog smal. We zitten aan het begin van de rivier, dus er zit nog relatief weinig neerslag van een klein gebied, maar wat zich in die rivier verzamelt. En in dit deel van de rivier worden met name deeltjes meegenomen. Gesteentes worden weggesleten door het water. Dus grind, zand en klei wordt met name meegenomen en veel minder neergelegd. Nou, dat is anders dan de middenloop waar we nu terechtkomen. Willem, die is in de middenloop terechtgekomen. En in Basel, jongens, kun je zoiets gaafs doen. Daar kun je namelijk gaan floten. In de stad Basel kun je een duik nemen in de rivier de Rijn. En daar gaan we. In de waterdichte tas. En dan ga je met de stroom. En de stroom die is veel minder dan in de bovenloop. Maar nog wel aanzienlijk. En dan kun je gaan floten totdat je terechtkomt bij de barretjes en restaurantjes. En daar kun je dan uit die rivier en een drankje doen. Nou, Willem de Waterdruppel is dus bij Basel aangekomen. En daar gaat hij een stuk rustiger dan in de bovenloop. En hij heeft tijd om bochten te maken. Vervolgt hij dus de weg naar de nederloop van de rivier. Je ziet ook op de terreinmodus uit Google Maps dat het terrein minder steil wordt. We zitten dus op de overgang van de bergen. We zitten naar de heuvels toe. We zitten in een heuvelachtig gebied. Dus er is nog wel redelijk wat hoogteverschil. Dus de stroming is ook nog wel gemiddeld. Maar helemaal niet meer zo veel hoogteverschil bovenloop ziet. De middenloop, daar zijn we dus nu terechtgekomen. Je hebt een kleiner verhang dan de bovenloop. Gemiddelde snelheid van het water, veel bochten. Omdat die snelheid afneemt, kan de rivier meer bochten maken. De rivier is ook aanzienlijk breder en dieper, wat je ook op het filmpje zag. En daardoor is die rivier ook bevaarbaar voor vrachtschepen. En er worden veel deeltjes, denk dan aan grind, zand en klei. En met name grind en zand door het water meegenomen. Maar ook neergelegd. De neerleg is met name dan grind en zand. Klei wordt met name in de benedenloop neergelegd. Want dat zijn de allerkleinste deeltjes. Nou, dan neem ik jullie thuis, jongens. Willem krijgt het een stuk rustiger. En dat blijkt ook wel uit dat de activiteit wat rustiger worden. En dan kun je denken aan een reisje met de zonnebloem. Een rondvaartboot op de Rijn, waar je met het uitje van je oma's 80ste verjaardag met de hele familie gezellig op de rondvaartboot gaat zitten. Want die stroming van de rivier is zo snel niet meer. En dit is dus perfect om een rustige activiteit op. En Willem de Waterdruppel, die heeft de tijd in die benedenloop. Heeft de tijd. Willem, schiet eens op. Om te meanderen. Je ziet hier nog wat kribben in die rivier liggen. Dat is om het water, om te zorgen dat, dat de stroming, de zijkanten van de rivier niet te veel weggeërodeerd, weggesleten worden. Maar de rivier is het hier op zijn breedst en op zijn diep. En stroomt het langzaamst. En dan zijn we aanbeland, dus
in Nederland. En dan zie je hier heel mooi dat bij Millingen aan de Rijn, in het midden van dit beeld, zie je dat de rivier ook in verschillende riviertakken gaat uitlopen. Omdat hij zo de tijd heeft om zijn weg te vinden, omdat hij heel langzaam stroomt, is in dit geval de Rijn uitgesplitst in de Waal. En daarboven bij Arnhem, Renkum, dat is dan de Nederrijn. En dat die rivier langzamer gaat stromen. We zitten dus in de benedenloop. Hij is het kleinste verhang, dus een lage snelheid van het water. Hij kan veel bochten maken en de rivier kan zich dus ook gaan uitsplitsen, zoals we net hebben gezien, hè, dat het de Waal wordt en de Nederrijn. De rivieren zijn breed en diep en bevaarbaar voor vrachtschepen, net als de middenloop. En hier worden met name deeltjes neergelegd. Dus die worden niet zozeer, worden er niet meer veel deeltjes meegenomen, maar hier worden zelfs de kleinste deeltjes, waaronder dus het klei, wordt neergelegd. En dat is een kenmerk van de benedenloop. En na die benedenloop, ja, waar mondt hij dan uit? Bijvoorbeeld bij Rotterdam komt hij weer terug, in dit geval in de Noordzee. En Willem de Waterdruppel is dan weer terug waar hij begonnen is. En Willem de Waterdruppel heeft nu zijn verhaal verteld. Ik hoop dat het zo een beetje duidelijk is geworden hoe dat hoofdstuk in elkaar zit. En tijdens het vragenuurtje hebben jullie tijd om daar nog vragen over te stellen. Nou jongens, Willem zegt